Terwijl de mannen zich klaarmaken om te gaan spelen aan de NK Risk finale tafel. Want deze tafel die zal komend weekend worden gebruikt tijdens het NK Risk in de Van Nellefabriek in Rotterdam. En uiteraard moet ik als verslaggever van Rijnmond, als ik een item over deze tafel ga maken, ook meespelen. Want Paul, je hebt iets speciaals voor me meegenomen, hè? Jazeker. Omdat jij voor het eerst meedoet, mag jij deze hoed op. De piratenhoed. Nou, dat ziet er chic uit in elk geval. Het is eigenlijk ben je Napoleon nu. Je bent niet de piraten natuurlijk. Het is Rick. De wereld veroveren. Ja, dat doen we, ja. Zullen we maar gewoon gaan spelen, denk ik? Ja, lijkt me een goed idee. Hij draait met een Napoleon hoed dat op. Dat zou wel jammer zijn. Ja, is goed, joh. Ja. Oze armen. Lekker aanvallen dus. Zou je zeggen. Ja, ik weet niet wat het is. Maar aanval in het Frans, okay, maar goed. Ja, ergens staat bij Frans. Ik ben helemaal in mijn rol wat dat betreft. Dus dat blauw aanvallen. Oh jee, ik word aangevallen. Ja. Welke van mijn landen ga jij proberen te veroveren? Ik ga richting Mongolië. Mongolië? Ja. Met de blauwe pionnen. Ik ontkom er niet aan vandaag met Mongolië. Ik ben er ook bang voor. 5-4. 5-4. Ja, er wordt eentje. Ja. Dat mag je zelf weten. Ja, ik luister graag naar de mensen die er echt verstand van hebben. 6! Maar dat deed Napoleon ook niet. Ik ga Oost-Afrika aanvallen. Dus ben je er klaar voor? Ja, zeker. Nou, ik ga er gelijk met 3 gooien. Verloren, in één keer afgelopen. Kijk, heb ik gelijk Oost-Afrika te pakken. Nou. Alle 3 daar naartoe. Kijk eens aan. Ik heb gewoon een stukje land veroverd. Ik kan zo aan het NK Risk meedoen, volgens mij. Ga je meteen door of laat je het hierbij? Ik laat het hier even bij. Ik ga genieten van mijn succes.